In een tijd waarin ouderen en verzorgingshuizen weinig tot geen bezoek mogen ontvangen, krijgt het personeel een extra taak. Hoe is dit voor de verzorgers en de bewoners? Mijn werkleven is best wel veranderd. En dat komt vooral omdat onze bewoners de hele dag binnen moeten zitten. Kijk, nu is het mooi weer, kunnen ze buiten zitten. Maar is het minder weer, zitten ze de hele dag binnen. En er mag natuurlijk geen bezoek binnenkomen. De fysiotherapeut mag niet komen, de kapper niet. Dus ja, we zitten best wel een beetje geïsoleerd. En daardoor wordt ook van mij meer verwacht. Want ik moet zelf nu activiteiten met de bewoners gaan doen. Dat doen we natuurlijk altijd al, maar nu doen we dat natuurlijk veel meer. We spelen veel meer in op de behoefte, omdat de mantelzorgers ook niet natuurlijk naar binnen mogen komen. Sommige bewoners willen natuurlijk wel graag naar buiten, maar dan proberen we gewoon even in huis met ze een rondje te lopen. En mensen met wat minder geheugenproblemen, daar kunnen we het natuurlijk aan uitleggen van ja, het is niet de bedoeling dat u naar buiten gaat. Ja, ik denk dat de toekomst best wel moeilijk is. Dit duurt natuurlijk al 8 weken, of ik weet het niet precies hoe lang. Maar ik denk dat er ook bewoners zijn die gewoon niet meer de kinderen herkennen. Weet je, door ernstige geheugenproblemen ja, raken ze dat gewoon kwijt. Weet je. En als straks natuurlijk de kinderen weer naar binnen mogen komen, ja. En dan zie je al aan het gezicht van de bewoners van ja, maar wie ben je eigenlijk? Weet je, dat zijn wel gevolgen die natuurlijk in de toekomst kunnen spelen. En dat is natuurlijk voor de kinderen ook heel erg naar. Ja, dat is wel heel triest. Dat doet mijn hart natuurlijk wel pijn. Want ja, dat wil je niet. Maar ja, het kan niet anders. Weet je, onze oudere bewoners die overlijden echt als ze ziek worden. Dus ja, je wil daar niet aan meewerken. Dus je doet er alles voor om het zo goed mogelijk te houden hier in huis. Weet je, en door gewoon in het eigen ritme te blijven. Ja. Dat is natuurlijk voor de bewoners belangrijk. Toen voelen ze zich ook veilig en ja, dat bouwt alleen maar aan hun welzijn. Dus ja, we proberen gewoon te doen wat we altijd doen. Ja. Zij verstaat de kunst van bij mij horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met zich mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud mag worden, dan alleen met haar. Want zij kent al mijn dromen en mijn wanen. Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. En als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En het wonder draag ik met me mee.